Disclaimer. Normaal vinden wij disclaimers een teken van zwakte, maar vandaag hebben wij er zelf eentje. Deze video is opgenomen voor de hamsteruitbraak in Nederland, toen nog als grap, maar inmiddels willen wij net zoals onze lieftallige premier Mark Rutte en alle andere Marks met een bril het streng afraden om te gaan hamsteren. Zo, mannen, nou, weten jullie wat dit betekent? Ik heb het niet meer, Ik ben al immuun, ik heb het al gehad. Ik voel de eindeloze dood naderen. Griep. Even te pakken. Als de hele video, als we dat andere drankje dan Desperado zeggen, dan horen jullie hooikoorts, griep. Beroerte. Ik vind dat we hooikoorts moeten vervangen door beroerte. Nou ja, we moeten wel even een serieus noot aanslaan. De paniek slaat toe. De bril waar mijn Mimilo altijd verhult dat hij pillen heeft gedaan op een festival. Zullen we even vertellen wat we gaan doen? Ja. We gaan ons voorbereiden op de exeem. Nee, moet serieuzer. Serieuzer? Ik lach er niet eens. Het begint nu al een serieuze voorbaat nemen. We nemen deze video op 11 maart. Deze video komt volgende week vrijdag online. Wat denken we? Hoeveel besmet in Nederland? 1500. Veel meer. 250.000. Ik denk 2100. Ik denk wel 10.000. 9.999. Heb je de video van deze nou nog niet gezien? Doe dat ook even checken. En vergeet je niet te abonneren. Anders krijg jij en je hele familie hooikoorts. En het volle seizoen is weer begonnen. Abonneren. Nee, maar je is wel even een serieuze noot. Je moet nu wel echt even abonneren. Ja. Want als je niet abonneert, dan gaan er dingen gebeuren. Stel je krijgt griep. Je gaat dood en dan heb je niet geabonneerd. Dan heb je dus je leven geleefd zonder op ons geabonneerd te zijn. Ja, en je had anders gewoon niet dood geweest. Ja, ook dat scheelt ook wel. We gaan vandaag, gezien de toch dramatische ontwikkelingen van de laatste tijd, gaan wij nu het nog kan onszelf behoeden van de dodelijke ziekte van hooikoorts. Goed, wij gaan ons dus voorbereiden. Jij komt wel bij ons wonen als wij in quarantaine moeten, anders kunnen we geen video's maken. We hebben 4 categorieën waar we ons op moeten voorbereiden. 1. Voedsel. 2. Alcoholische versnapering. Waarom nou alcoholisch? Alcohol ontsmet. Wat is er lekker bij je quarantaine? Een biertje. Doe je nu een biertje? Ja, nou, lekker. Goed inschenken, maar niet zo lekker zo keeper, hè? Nee. Kijk. 2 hoeft niet meer. Eten. Ontsmettingsmiddelen. Om dingen te ontsmetten. Voedsel. Ontsmettingsmiddelen. En paracetamol en alles. Gewoon dingen dat bacteriën dood. Weet jullie dat het allerbeste werkt tegen bultjes? Dood alle bacteriën. Dit slaat het helemaal fucking nergens op. 4. Wat was die dan? Toch nog meer alcohol. Moet overleven. Je weet niet hoe het griep zich gaat ontwikkelen. Voor hetzelfde geld komen mensen uiteindelijk met schuimbekkende dingen en hebben ze zin in mensenvlees. Wow. Ik denk dat we het idee hebben. We moeten teams maken. Ik vind het een fantastisch idee als Rob en Koen samen gaan. Want daar komt altijd, daar komen altijd de allerbeste dingen uit. Milo heeft veel Walking Dead gekeken. Die weet hoe we zombies moeten verslaan. Wat willen jullie doen? Eten. Drinken ook meteen? Ja. Jullie zorgen voor voedsel, versnaperingen. Doe je alles omheen. Wat gaan wij doen? You're shining in the sun right now. Yeah, because it's beautiful weather. You're helaas, such a beautiful man. Helaas mogen we niet meer naar buiten. Kopen. Nee, ja, maar dit is niet houdbaar, hè? Aardappelboom kweken. Moeten we doen. We gaan lekker op. We zijn goed bezig. Jongen. Er is geen echte soep meer te vinden in heel Almere. €44 aan echte soep. Lekker. Wij komen wel even door. Trekken, dat is privé. Kunnen we niks aan doen. Ja, leuk. Monster, sponsor ons. Lekker die suikerhoudende drank in de binnenwerken, hè? Papzak. We zijn gewoon volledige schappen aan het leken. Alle tonijnstukken zijn ook voor ons. We hebben alleen maar blik ook. En aardappels. Maar die gaan we planten. We zijn niet de enige met een idee. Ik zweer je, dit is echt bijna legaal, hè? Allemaal op. Allemaal? Ja, allemaal. Rob, ik wil niet veel zeggen, maar ik zie hier toch nog erwtensoep. ik weet niet, maar alle erwten gaan op. Dus allemaal? Ja, allemaal. Jongen, ik zweer het je. En we gaan straks winst maken, jongen. Als er nergens meer eten te krijgen is. 13, 14. En dan de laatste 2. De erwtensoep is weg. Ja, voor hoeveel kost dit? €1? Voor €2, jongen? Kom je bij ons langs? Nee, gadverdamme. Nee, alleen erwten. Nee, geen gezeik. We zitten nu bij het bonduelschap. En jij hebt gewoon de haricot vers gepakt. Ik ben het daar niet mee eens, Rob. Ik vind kikkererwten. Hoe zijn het er? Hoeveel pakken? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11 pakken, Rob. Tot zover de erwten. Hé, maar Rob, ik zat dus net te kijken. En wat ik dus denk... 4,5 kilo rijst. Deze zijn gewoon 2 keer zo groot als die andere. 5 kommen. Hé, Rob, ik zeg... Allemaal. Besef dat dit 9,1 liter is. Dat heb je snel uitgerekend, joh. Mastermind. Quick math. Nee, maar Rob, mijn oog is gevallen op iets. Ja, ik zeg het liever niet, maar... Het moet. Hoeveel zitten we nu? €170. Oké, het ding is van... Op zich is het niet heel erg als je boos op doet voor €170, maar wij hebben alleen maar echte soep. Kan je erbij, worstenbroodjearmpjes. Iemand is als voor geweest. Net was daar een schap met de actieaanbieding van de vlokken. Ik ben groot fan van vlokken. Huh? Leeg. Op. Puur vlokken hier, ook leeg. Iemand heeft alle vlokken gekocht. Gelukkig, daar ben ik wel blij mee, hebben ze niet de erwtensoep gekocht. Want dan waren we echt de Sjaak geweest. Maar waarom neem je dit? Gewoon lekker toch? Wat heb je nou weer? Ik heb echt de jackpot gevonden. Want? Ik denk, M&M's is helemaal niet lang goed, hè? Ja. Nou, moet je kijken. 9-8-2019. Goed, kom. We gaan even naar de vriezer. Nee, ik had de kanje leren. Ik ben bang dat de erwtensoep gedaan wordt. Wat ga je nemen? Even kijken. Ja, ze hebben wel veel keus. Laten we deze maar. Ziet er wel lekker uit, hoor.
Oh. Jij pakt die beroerte. En echt alsof, oh, ja, alsof God het heeft besloten. Ja, flikkerde dingen. Ik heb het ook nog nooit gehad. Ik kon ook niks doen. Jawel. Je deed expres. Ik deed expres. Je deed expres. Nee, maar ik doe dat ding omhoog en er zit er zeg maar iets onder dat de flesje erin blijft. Ja. Alleen er zaten er maar 5 onder en er zaten 6 flesjes. Bij 1 flesje zat gewoon een gat. Daarnaast hebben we nog een beetje handzeep gehaald en diepvrieserwten. Tijd om in te laten. Ja, dat past het dus niet. Oh, dat past het niet. Ja, we hebben dus goede dozen. Mandarijnen, sinaasappels. Oké, okay, mannen, we zijn terug van een geslaagde missie. Alle loot hebben we hier liggen. Oh, niet te veel prijsgeven. Nee, maar dit is, dit is kippie. Elke dag één kippie. Hier kunnen we maanden mee vooruit, man. Oké, okay, met deze kippie kunnen we maanden vooruit. Hebben jullie ook hooikoorts gekregen? Nee. Nou, mooi. Dat houden we zo, want daarvoor zijn we hier vandaag, man. Ja, dat is dat soort dingen vaker zeker. Ik wilde gewoon zeggen, hallo. Daar zijn er 300.000, daar zijn twee... Maar wel de twee leukste natuurlijk van allemaal. En daarom willen we jullie leven houden. En hebben een stappenplan bedacht. En een special guest. Ja. Namelijk onze... Hoezo verklap je het al? Nou, onze niet zo special guest. Daar is hij, de demonstrant van vandaag. Maar waar demonstreert hij voor? Nou ja, dit is wat wij hebben bedacht om ons allemaal veilig te houden voor het virus. Maar één voor de duidelijkheid, Milo heeft nog... Of de demonstrant heeft nog geen griep. Nee, dat komt vanwege alle preventieve maatregelen die wij hebben genomen en gaan nemen. En nu aan jullie gaan toelichten. Ik zou ook graag jullie hand willen schudden natuurlijk voor deze presentatie. Maar ja, dat is afgeraden. Echter, willen wij niet onbeleefd zijn, hebben we daar natuurlijk wel een goede manier voor bedacht. Dus, deze, is voor jou. Als je handen wil schudden, is dat voor die beleefdheid. Om dat eventjes buiten beschouwing te laten, is het natuurlijk ook belangrijk bij dit soort situaties dat je opvalt. Mensen weten dat je gevaarlijk werk aan het verrichten bent. En natuurlijk ook dat dat voorhoofdje bescherming heeft. Doe maar even op. De Centurion staat er trouwens op. Bob de Bouwer. Uiteraard ook vooral voorop. Jij ziet niks. Jij bent half blind. Je doet lenzen in. Maar dat kan je niet meer doen, want je mag met je handen je oog niet aanraken. Oh! Veiligheidsbril op sterkte. Dat hij zich hiervoor laat lenen, zeg. Dan moet je toch wel heel veel betaald krijgen, wil je dit doen. Maar verspreid griep. Zeg het makkelijkst door. Het laatste mondkapje. Nou, eigenlijk is het voor fijnstof als je... Je hebt er helemaal geen kloot aan, maar mensen kopen dat alsnog massaal. Het laatste mondkapje van de bouwmarkt. Volgende, wat blijft er nog over? Zijn handen. 100 keer Chamira's handschoenen. We zijn bij het tankstation geweest en die hebben gewoon meegegrijpt. Oh, dit was een beetje. Natuurlijk, dit is lekker. En mist nog een beetje drip. Ja. Zit hij op slot ook, weet je wel? Voor de drip en uiteraard, we kunnen het hek niet op slot gooien. Wij zijn natuurlijk allemaal wel redelijk intellectueel. Toch zijn er ook gleufjes. Voor wie het allemaal een beetje onduidelijk wordt. Ja, waar, hè? Privé. Privé, daar moet je niet aankomen. Maar dit. Dit kun je natuurlijk altijd als je wil trekken. Lekker trekken. Goed. Bescherming. Normaal gesproken doe je daar niet aan. Want ja, wat we net al zeiden. Ja, jullie neuken. En daarvoor hebben jullie, als je onbeschermd zeker hebt gehad, ook deze. En dan trek je hem er zo uit. Kijk eens, voor de zombies. Zwaar. Jij bent die zombie nu even, hè? Jij bent de zombie. Oh, ja. Om eerlijk te zijn vind ik dit niet goed genoeg. Weg ermee. Weg met dat schild. Uiteraard is dit voor korte afstanden. Ja, daar heb je niks aan. Dan moet je die mensen die buiten hek staan... Wat is hier van de straat? Wat doe je? Oh nee, kijk uit! Kijk uit! Nee! Uiteraard is het nog wel belangrijk dat je uiteindelijk alles kan reinigen. Een grote fles. Alles reinigen. Die is voor Koen, deze is voor Rob. Deze is voor Rob. Laat me even zien aan wat het is. Dit is vet weg. En uiteraard is het bij bultjes natuurlijk ook wel een scenario dat alle bestaande middelen wegvallen. Internet, televisie, entertainment. Dus hebben we iets gekocht dat we kunnen wisselen. We hebben besloten dat Rob hem op maandagen krijgt, Koen op dinsdagen, Milo op woensdagen, Mattie op vrijdagen en ik eigenlijk het hele weekend en alle dagen voor 12 uur. Wat is dit nou weer? We waren nog aan twijfel over een babyborn, maar dat kon eigenlijk net niet. We hebben gecheckt, Rob. Je kan de titty fucker. Dit is het ultieme cadeau voor als jullie je vervelen. Maar dit gaan we echt doen tijdens de quarantaine, dit. Snoppie. Wat is dit nou weer? Even dat je slogan. Slogan. Peutertje naar de overvloed. We hadden de opdracht om oprecht als we ons opsluiten, dat we kunnen overleven. We hebben die opdracht voor de verandering, hebben wij het heel serieus. We hebben maar één product wat minder lang dan een jaar goed is. Maar daar zit een idee aan. Hier is die lauwe. Nee, daar zit een idee aan. Want uit aardappels, ik weet niet of je dat weet, als je die heel lang laat liggen, Groeien nieuwe aardappels. Dat weet je als je groeit. En je kan een wodka van maken. Rob, waarmee gaan we door? Gewoon met de eerste gerechten. Ik weet, Matt houdt van het gerecht. Een verse, gewoon een lekkere, toch? Deze? Ja, dat is goed. Ja. Bijvoorbeeld rode curry. En lekker. Maar als je voor de variatie, want we willen niet elke dag in onze quarantaine hetzelfde eten. We hebben ook gele curry of oranje curry. Als de groene curry, die is lekker. Maar een beetje rijst. Er moet een rijst gekomen worden. 9 kilo. Wat mattie rijst. Maar je denkt echt dat dat gaat gebeuren? Ja. Ja, iedereen keek ons ook aan in die winkel van ja, jullie zijn goed bezig. We hebben bijvoorbeeld ook groenten. Ja, lekker. Groenten, Hollandse groenten, diepvriesgroenten. Diepvries. Hollandse groenten.
Italiaanse groenten! Nee! Europese honing, we hebben even gecheckt. Komt niet uit Italië. Het komt uit Flevoland. Daarna hebben we de beslissing gemaakt, want we hebben dus even echt research gedaan hier thuis al. Van ja, wat is nou echt lang houdbaar? Dus van ja, in blik met name. Dus wij hebben een aantal blikjes gehad. Dit zijn kikkerechten. Wat hebben we hier nog meer? We hebben hier nog een blik met kikkerechten. Ah, kikkerechten. Jullie hebben die kartonnen verpakking. Jullie hebben gevraagd zeker naar Albert Heijn van... Kikkerechten nog. Dat waren de kikkerechten. De schap was leeg. Mooi, 12 bakjes kikkerechten. Ja, die geloof ik meteen. Diepvriesechten. Nog wat diepvriesechten. Nog wat diepvriesechten. Heb je nog wat kikkerechten trouwens? Ik zie hier nog een bakje. Ja, nog een kikkerechten. Toch nog wel een bakje kikkerechten. Ik hou niet zo van erwten. Wij deden altijd... Wij deden altijd erwten met wortelen. Oh, je hebt nog wat erwten. En jullie dachten Italiaans is niet goed, laten we Aziatische dingen halen. Nee. Oh. Ja, maar Rob wil dit. Dit is wel eng, want deze komt uit China, maar ik heb gehoord dat het daar juist aan het afnemen is. Dus toen dachten we, nou ja, doen we er nog even. Nu heb ik iets waar jullie zeker blij mee gaan zijn. Biertje? Hey! Dan zijn we er bijna, jongens. Die blijven dan goed om de handen te wassen. We hadden echt de premium. Dit is echt het laatste van het laatste. Ja. En toen dachten we, ja, en weet je wat, als het dan het laatste van het laatste is, laten we dan ook maar gewoon alles meenemen. En toen was er nog één ding dat we dachten, dit kan niet ontbreken. En het was in de bonus. Yes. Lekker biertje. Ettensoep. Yeah, ettensoep. Natuurlijk, hoeveel ettensoep heb je? Ja, daar gaan we nu achter komen. Okay. Dit is 2. Oh, je hebt nog meer. Dit is 3, 4 en 5. Je hebt echt goed geoefend wel. Oh, 7, jezus, wat veel ettensoep, gast. 8 en 9 dan. Hebben we 9 ettensoep. Oh, we hebben al 11 ettensoep door. Dit is al 17 echte soep. En dit was de laatste. 18 blikken echte soep. Oh, maar dus van deze ja, van grote. Unox, zeg maar. Nee. Van deze grote. Oh, van deze grote. Toen kwamen we er naar deze units tegen. Nou, 1,3 liter. Ja, domme straat. We zijn wel heel wat schap als leeg. Tot lang is dit goed? Dat weten we niet, maar dit was het wel verder. Voor Unox bedoel ik dan. Want we hadden ook nog Albert Heijn eigen merk en die hebben we ook allemaal gehad. Spoelt dat goed door de gootsteen? Ik heb geen idee. Zit die worst er ook in? We hebben nog een tussenmerk? Nee, het is natuurlijk ook 4 uur tijdens quarantaine. 4 uur kippensoep, dat zouden meer mensen moeten doen. Eczeem. Ja, hier zit nog een verhaal bij, jongen. Dit moet je zien. We zitten gewoon te filmen in de app. En we zitten van grappig dat we van, oh, we gaan even bier halen. En dan wilden we hooikoorts pakken. Zonder wat te zeggen, ja, zeg maar, zonder wat te noemen. Pak dat. Griep. Scheurt dit er onderuit. Bam, kapot. Maar jongens, pas toe. Voor de komende maand. Ettensoep in overbloed. Nou, ik pak juist die Italiaanse kruiden en ik ben er vandoor. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mannen, Shalom!